Een hele goede middag. We hebben weer geen Too Good To Go. Tot voor Dickie. Ja, dat is misschien een teleurstelling voor jullie, maar ik ga wel een lekker receptje maken. Hmm. En dat is dan weer fijn. Maar eerst, waar beginnen we mee? Even de koek laten zien, speciaal voor Pascal en Marley. Hmm. Want die hebben geen Instagram. Is niet veel meer voor over. Niet zo leuk dat ze het niet konden zien. Nou is die veel te lekker voor namelijk. Oh, dit is hem. Wacht even. Ik kom even erbij, hè. Ik zie helemaal niks. Ik zie niks niet meer. Ja. Mooi, hè? Ja. En ik kan u melden. Het is 3 dagen geleden en dit is het enige wat over is. Vanavond hebben we nog 1 stukje bij de koffie. Heerlijk. Och, hij is zo lekker. Maar goed, dat was dat. En eigenlijk niet eens zo slecht voor je. Nee, dat valt mee. Dat zei ik al. Echt gezonde koek is het niet. Maar het is minder slecht. Het is beter dan Maria kaakjes, denk ik. Nee, het is ongeveer hetzelfde. Want het is ook op basis van digestieve. Maar die vind ik niet lekker, denk je dat? Ja, het is veel lekkerder. Maar alle dingen die je eraan toevoegt aan die biscuitjes, die zijn dus goed. Nou, dus, top. Ja. Dat is een heel lekker biscuitje geworden. Morgen weer een nieuwe. Wat gaan wij... Ja, nou, dat weet ik niet hoor. Wat gaan wij maken vandaag? Bij de Lidl vond ik een verse pasta in de koeling. En ze hadden de ricotta afgeprijsd, die is normaal al goedkoop daar. €1 kost die normaal en nu 70 cent, 30% eraf. Nou, ja, dat kan je niet laten staan. Ricotta is op zich niet zo'n heel smaakvol kaasje. Het is wel heel gezond, het is eigenlijk de magerste. Om een paar chocoladehageltjes te doen. Wat is, ja, bijvoorbeeld, dat deden wij dan als we aan het detoxen waren. Ricotta met wat hagelslagjes. Wat kun je doen om hem wel heel lekker te maken? Kun je hem bakken in de oven. Oh. Dan droogt hij een beetje uit, wordt hij een beetje geconcentreerd van smaak. En dat is heel lekker. Met pasta. En wat daar eigenlijk een beetje bij hoort, is... Spinazie. Spinazie en ricotta en pasta, dat is een soort Italiaanse match made in heaven. Maar Smartie Martie houdt niet zo van spinazie, zoals jullie weten. Nou, alleen als het gewokt is. Zoals hij noemt. Wat zeg je? Alleen als het gewokt is. Ja, nou, dat gaat ook wokken, dat doe ik altijd sowieso. Met een knoflookje, dus dat komt dan in ieder geval goed. Maar om jou nou ook nog iets extra's te geven, doen we nog wat groenten erbij. Heel goed. Een rooster. En dan moet dat vrij hoog. Ik zou zeggen 200 graden. En die leg je allemaal bij die ricotta op zo meteen? Ja. Oké. Okay. En dan een beetje olie eroverheen, een beetje zout en peper. Olio in ieder geval. Olio. Hule. Hule. En dan niet al te grote stukken. Moet je hule? Een keer gaar. Courgette. Geweldig. Ik krijg wel zin in. En een paprikaatje. Krijg je een beetje hetzelfde principe als vorige week, alleen toen heb ik helemaal het velletje eraf gehaald en zo. Dat doe ik nu niet. Nu doen we hem gewoon in stukjes. Het is wel leuk als je zorgt dat het een beetje een kleur heeft. Beetje kleurtjes heb je. Zie? Maar het is gezellig. Grof snijden. Hoppakee. Met je olie. Met je zout. Met je peper. Weet je, Italiaanse kruid is op zich ook een goed idee. Omdat het een pasta is. En ik doe straks nog wat verse basilicum erop. Die zie je hier al staan. Maar ik doe hier nooit in de oven, want er blijft niks van over. Maar gedroogde kruiden is heel goed. Dat is Italiaans. Dit is toevallig alleen oregano, maar je kan ook gemengde Italiaanse kruiden doen. Ja, oregano houdt niet in ieder geval, geloof ik. Oregano.
oregano. Bah, hier. Ja? Ja, ik hou er wel van. Nou, dan gaat hij in de oven. 200 graden. Vrij hoog. Moet echt even een kleurtje krijgen. Pasta is natuurlijk zo gaar, want het is vers pasta. Dat is een kwestie van 2 minuten of zoiets. Deze is wel groot. Die heb ik nog nooit eerder gehad, maar ik vond hem wel heel mooi. Dus moet ik even proberen, maar in ieder geval niet meer dan 3 minuten. Eerst even de spinaziebokken, want dan kan hij een beetje uitlekken. Dat vocht moet eruit, anders wordt hij een beetje... Dat was zo sompig, dat vind ik niet leuk. Nee, daar hou ik dus juist niet van. Daar hou jij dus juist niet van. Nee. Daarom. Ik heb een grote wok, dus ik kan met zo'n grote zak kan ik in 2 keer in de wok. Beetje toevallig. Ga je dat allemaal maken dan? Ja hoor, dat lijkt heel veel, maar dat is niet zo. Oh. Ik koop altijd gewassen spinazie met het idee dat je dat dan nog moet wassen en al dat water er weer af moet krijgen. Dat doen ze niet. En ook hier gaat zout en peper op. En knoflook. Ik heb van die solo knoflook gekocht. Kijk, van die knolletjes. Oh ja. Die zijn echt pittig. Dus vergis je niet. Dat is 1 knoflook. Ja. Dus nu doe ik zo'n pontje eraf. Nou, dat is denk ik 2 tintjes. En dat is echt genoeg. Maar je moet hem dan wel fijn knijpen. Oh, jee. Wat in de vaatwasser. Maar ik geef hem niet. Ja, wel fijn knijpen. Een super deluxe knoflookpers die ik voor een verjaardag heb gekregen. Ik moet er nog aan wennen. Als je die heen en weer haalt, dan gaat hij zelf de knoflook eraf halen. Zo grappig. Ik zit nog steeds met mijn messen tegenaan, omdat ik dat zo gewend ben. Maar dat is dus super handig. En ik neem altijd 2 van die spatels. En dan kan ik het zo omscheppen. Op hoog vuur. Het meeste vocht wat eruit komt, gaat dan ook verdampen gelijk. Dat is juist zo fijn aan wokken. Ik doe het nooit meer anders. Echt niet. Alle lekkers. Zie je hoe snel dat gaat? Heel snel. Superpower heb ik nog. Ja, en als het meeste geslonken is, doe je de rest erbij. En dan 2 minuten later. Is alles zo? Is alles zo. Ik zal je zo nog even laten zien hoe. Eruit ziet. Wat ik er dan verder mee doe. Ondertussen zet ik een water. Ja, niet veel van over inderdaad. Gewoon op. Nee. Ja. Met een bouillonblokje voor de pasta. We doen een halve. Hallo Dickie. Halve zak, want het is maar voor 2 personen. Daar is die weer. En pas de spinazie, die gooien we in het vergiet. Want ik wil al het vocht eruit hebben. Je ziet dat er nog wel wat vocht op komt. Dat is logisch. Dan druk je hem even goed aan. Zie. Heerlijk. Zometeen warm je hem nog even door als de rest klaar is. En ik snij hem even. Is er niet allemaal die hele bladen in je mond hebt. Nou, en dan draperen we hem straks om de rest heen. En dan is het zo weer warm. Oké, wordt vervolgd. Ja, lekker snijden. Ja, ik heb de spinazie nog even meegewarmd. Het laatste stukje toen de oven al uit was. En nu snij ik hem. Ik heb voor de laatste 10 minuten nog even wat tomaatjes bijgelegd. Ah ja. Lekker.
Pasta, jongens en meisjes, dat is wel een ander verhaal. Want? Die heeft wel 8 minuten gekookt. Ik vind het een beetje gekke pasta. Ik heb hem geproefd, hij is op zich wel lekker. Is het niet helemaal vers dan? Nee, ik denk toch dat het wel gedroogd is. Zijn ja, dat zei ik al, ze zijn vrij hard. Nu is het wel lekker, maar ja. Het is niet ruim. Niet echt vers. Niet vergelijkbaar met die van de Albert Heijn bijvoorbeeld. Maar, ik ga jullie plechtig beloven dat ik zelf pasta ga maken. Dat wil ik al heel lang. Met een machientje? Het is gewoon te veel gedoe. En ik heb een heel leuk boekje. Al heel lang geleden gekocht. Van tante Jannie van de Heide. En ik moet dat gewoon een keer doen. Maar ik heb niet zo'n machientje. Dus ik moet het met de hand uitrollen. Maar ja, als ik zie hoe dik deze is, dan denk ik, nou, dat kan ik ook. Snap je? Dus ik denk dat ik het toch gewoon een keer ga doen. Okay. Nou, zo ziet de ricotta er dus uit. En de geroosterde groentjes. Het is dus een vegetarische maaltijd vandaag. Vergeet ook niet al die sappen er lekker op te gieten. Perry neemt ook een beetje groentjes. En dan, eerlijk, zullen we alles doen. O jee. Oh. Ja, ik ga wel snel thuis, hè. Dan krijg je dat. Ik moet wel één mooie hebben voor de foto. Oh, die is mooi. Is dat een mooi bordje of niet? Met je kaas er nog over raspen of zo? Uiteraard. Parmezaan, wat denk jij? Nee, ik denk niks. Ik denk dat ik niet een Italiaanse pasta ben ik niet vragenomen. Parmezaan, dat heb ik echt nog nooit gedaan. En een beetje van die heerlijke olie. Ik heb hele dure olie, die gebruik ik alleen voor speciale gelegenheden. Eerst nog even wat spinazie erbij. Een beetje voor smartie. Ja, zat. En een beetje meer voor Ellie. Oké. Ja, ik moet hem maar opofferen. Ja, heel erg vind je dat, hè? Nee, niet erg. Ik heel lekker. Oké, olie. Kaas. En hier gaan we even een fotootje van maken. Kijk, zo mooi. Tja, daar is niks mis mee. Nee, ja? Een klein draadje van de pepermolen. En dan is het hem wel, hoor. Oh, lekker! Eet smakelijk. Oh ja, ik zou nog wat basilicum erop doen, hè. Dat is de finishing touch. Ik hoop dat je ook een lekker pastaatje maakt af en toe. En dat je verse dingen gebruikt, want het is zoveel lekkerder dan uit een pakje. En je ziet hoe snel het klaar is. Echt geen probleem. Je kunt je nog opgeven voor de chocolade. Want we hebben nog een abonnee of 5 nodig. Dus ik hoop dat jullie dat even snel fixen. Dan doen we dat volgende week. 5 van jullie die kijken en nog geen abonnee zijn. Maar dan kunnen we volgende week... Hallo, ik praat met je mond vol. Sorry. Dan kunnen we volgende week een winnaar trekken. Zou leuk zijn. Bedankt voor het kijken. Een heel prettig weekend allemaal. Doeg!